Ja, ik heb het. Hey. Ik heb het. I work hard every motherfucking day, yeah, yeah, yeah. I work hard, I work hard. Hallo kijkers van dit kanaal, mijn naam is Jochem en tof dat jullie allemaal weer kijken naar weer een nieuwe aflevering van Minecraft Survival 2019. Het is aflevering 3 zoals jullie daar zo kunnen zien. En laten we gewoon naar Minecraft toe gaan. Oké, zoals jullie kunnen zien, ik ben hier nu in Minecraft. En ik wil als eerste een comment in beeld laten brengen. En dat is namelijk deze comment. En deze comment is van de Viespeukjes. En die zegt, like, kun je weer een video opnemen met Stefan? En deze comment is al best wel oud. Het is een maand geleden. Maar ik heb hem nu in beeld laten brengen. Want er is nu iemand. Kom maar. Hallo. Ja. Zo, dit was weer even lekker cringy of zo. Oké. Okay. We zijn met Stefan hier zo. Hallo. Hallo, Jan. Hallo. Welkom Hallo, weer. Kijken. Ja, welkom weer in de Survival. Aflevering 3. In ieder geval, dit was de eerste comment dus van de Viespeukjes. Die wou weer dat Stefan een keer meedeed in een video. En hier is Stefan nu dus. Dan gaan we door. Na de tweede comment trouwens, volgens mij regent het. Ja, het regent. Wacht. Ja, ik en de mensen al weggaan. Dus. Ik heb hier even 3 wol. En jij het hout. Ik heb hout, ja. Ik heb het hout gehakt. Als je mij eventjes 3 hout geeft. Ja, thank you. Zo. Zo. Dan maak ik eventjes een bed. Voor jou. En dan zet ik die hier lekker neer. En dan ga ik lekker slapen. En jij ook. En dan is even de onweer weg. Want anders hoor je dat weer op de achtergrond. Ja. Tenminste, ik hoop nu dat de onweer weg is. Het regent nog steeds. Oh, nee, niet meer. Oh, oké. Okay. Oké, okay, laten we dan doorgaan naar de tweede comment. Want ik heb nog een comment. En dat is namelijk de comment van... School Challenges. En die zegt... of wacht, laten we hem eerst even zijn beeld laten brengen. Maak jij zijn geluidje. En die zegt, leuke video. Ik had echt gehoopt dat je 5 diamonds zou winnen. Het zou de serie nog leuker maken, maar dat gebeurde niet. Helaas, de vorige aflevering had ik dus maar 3 diamonds gevonden. In plaats van 5. Dus ja, die comment wou ik gewoon in beeld laten brengen. Want daar kom ik zo meteen weer op terug. Want we hebben nog een comment en die is van Wouter. Maak nog eens een geluidje. Hut. En die zegt, lekkere aflevering. Hopelijk vind je nog wat dia en een spanner. Heb je ook al ideeën voor je huis? Nee, ik heb nog geen ideeën voor mijn huis. Maar we zijn hier met Stefan. En Stefan is best wel een goede bouwer. Dus de vraag aan Stefan is... Gaan we minen? Dus dat we meer diamonds vinden. Wat dus de eerste comment was van... Hopelijk vind je meer diamonds. Of gaan we een huisje bouwen? Of ik wil een huisje bouwen. Ik ben nou ja, niet zo goed in minen. Ik breng zeg maar ongeluk. Ik vind nooit diamonds. Dus, nee, oké. Okay, dan gaan we gewoon lekker een huisje bouwen. Ja, ik heb hier gewoon wat stuff. Natuurlijk de vorige aflevering. Voor de mensen die zich afvragen waarom hier in één keer zoveel shit in zit. Ik had natuurlijk de vorige aflevering gezegd van... Ik ga offscreen eventjes door de caves. Want ik had zeg maar de vorige aflevering had ik... Wel gemaaid, maar al het iron en coal had ik laten zitten. En dat heb ik nu allemaal weggehaald. Dus dat zit hier allemaal in. En ik pak nu gewoon eventjes een stack. En voor Steven ga ik dan even armor maken. Kijk, en, kijk. En tools en zo. Zo. Heb ik hier een stack. Dat is goed. Ik heb 3 diamonds, maar daar ga ik nog niks mee doen. Eten. We hebben ook bijna geen eten. Dat is... Ik ga koeien lopen. Ja, ga jij eventjes koeien slachten? Dan doe ik lekker mee. Dan gaan we dat eventjes doen. Oh ja, daar zie ik ook koeien. Very nice. En ook schaapjes. Die. Koeien. En dan... Hier zo op het ei. Oh, ik zie trouwens ook sugarcane. Die ga ik ook eventjes weghalen. Daar heb ik ook nog niet zoveel van. Dit pak ik dit hier zo ook gelijk wel. Want ik vind het hier ook. Ja, hier zo. Ja. Oh, dat is een vis die ik daar zie. Ik dacht, wat zie ik daar in het water? Dat is gewoon een vis. Moet ik even weer aan wennen dat er natuurlijk vissen zwemmen. En waarom... Oh, ik had even bloklek, oké. Okay. Ja, ik had het ook. Je werd lekker terug getapet. Ja, ik wou een schaap slaan, maar dat werkte niet.
Even kijken. Ik heb een ei. Oh mijn god, ik heb een ei. Laten we het ei gooien. Er kwam helemaal niks uit, helaas. Even kijken. Ik ben hier nu eventjes hier zo. Want ik heb hier wat iron. Ik heb nog niet zoveel. Oh, je hebt allemaal eten. En allemaal ik leer. Heb deze. Zo. Okay. Dan lijkt het mij handig om als eerst tools te maken. Want dat is denk ik het belangrijkste. Jij had hout. Ik heb hout, ja. En hier heb je al mijn ook. Zo. Ook thanks. We zitten trouwens in de snapshot. 19W02A. Dus dat is mooi. Zo, een pickaxe voor jou. En een zwaardje voor jou. En dat is helemaal mooi. Een axe voor jou. En nog een schep. Zo, ik heb dit allemaal. Even kijken, waar ben jij? Ja, ik zal even weer uithakken. Ik kom weer naar je toe. Oké, hier zo. Ik heb hier wat tools. Kijk, dat is mooi. Zo. En die. En dan ga ik nu nog wel even verder met armor maken. Even denken, ik maak wel even een tweede furnace erbij. Zodat ik ook meteen eten kan smelten. Of smelten, koken. Zo. Even kijken. Furnace, hier zo. En dan heb ik wat kool nodig. Lekker veel kool. Hier zo nog wat. Dat erin. Oké. Dan weet ik niet wat jij allemaal voor een huis wilt. Maar ik denk gewoon steen en hout en zo. Ja, ik weet niet wat voor stil huisje je wilt. Maar we kunnen er gewoon wat moois maken. Ja, gewoon een beetje. Ja, gewoon een mooi huis. Niet modern of zo. Gewoon, ja. Oké, ja, ik weet wat ik moet doen. Ja, oké. Ja, hout hakken, dat is denk ik wel belangrijk. Trouwens, jij hebt een Iron Axe. Ik heb nog niet eens een Iron Axe. Dus die ga ik ook even voor mezelf maken. Ja. Zo. Even kijken. Crafting table. En een axe. Oh, shit. Oh nee, ik heb wel sticks. Sticks krijg je nu ook van bomen, hè? Dat is best wel vet. Oh, echt? Ja, van bladeren. Ah, dat is dan mooi. Ja, dat vond ik wel vet. Dat is een nieuwe snapshot. Oh ja, mensen, er is nu trouwens ook een campfire bij, een kampvuur. Maar ik weet niet hoe je die moet maken. Misschien staat het in mijn... Oh, Black Dye. Black Dye is nu ook nieuw. Oh ja, die had eerst alleen dat... Je had eerst insects, maar nu heb je Black Dye. En dat krijg je van Wither Rose. Oké. Okay. Oh, die je vind kan... je in... Wat? Die vind je volgens mij in de Nether. Dat kan. Rood. Je kunt nu ook van bamboe, kan je nu ook sticks maken. Oh, lachen. Oké, dat is vet. En een loom. Oké, ik weet niet wat dat doet. Even kijken, zijn hier nog meer nieuwe dingen? Nee, ik zie voor de rest niet echt iets nieuws. Even kijken, ik ga nu ook even mee hout hakken. Even denken, want ik weet niet, volgens mij, er is ergens, ik weet niet of je ook spruce wood wilt gebruiken. Ja, ik weet niet wat jij hout mooi vindt, maar dan halen we dat ook erbij. Ja, want dat kan, want er is hier ergens, als het goed is, een sneeuwbiome, dacht ik. Dat is nice. Ja, dus daar kunnen we wel even voor kijken. Maar ik weet zo 1, 2, 3 niet waar die is. Hij is een kant op. Ik heb hem een keer gezien. In ieder geval, ik ben nu alweer helemaal verdwaald. Maar ik zie jou daar lopen. Dus ik denk dat we gewoon nu eventjes gewoon dit hout gewoon gaan hakken. Ja. Deze. Zo. Gewoon een beetje oak en birch hout. Huisje. Even kijken. Ik heb eigenlijk nog helemaal geen idee, maar ik wil eerst even weten. Hé, een vis. Sla de vis dood. Oh mijn god. Ik heb een vis vermoord. Kom hier. Ik vermoord mijn eigen familie. Kom hier, vis. Yeah. Hey, je krijgt. Wat de heck? Je krijgt bone meal van een vis? Oh, kan dat? Oh ja, ik zie nu dat je in het stokje boom vallen. Lol. Ja, ik krijg bone meal van een vis. Oh, ik zie jou daar zwemmen.
Wat kijken of ik dat nog een keer krijg. Nee. Wacht. Ja, bone meal, huh? Ja, waarschijnlijk gewoon. Dat is best wel grappig. Even kijken, waar is mijn. Oh, hier is mijn grot. Want we moeten gewoon even dat huisje ergens bij mijn grot maken. Ik denk gewoon. Ja, ik denk dat we gewoon hier mijn huis gaan bouwen. Oké. Dat het wel mooi is. Of we maken hem daar. Dat kan ook. Even kijken. We kunnen hem ook bij het water maken. En dat we een soort van steiger erbij maken ofzo. Dat is leuk. Want ik neem aan dat je veel gaat varen met een bootje. Ja. Alleen ik wil zeg maar niet mijn huis bij een swamp maken. Dus we moeten hier eventjes weg. Die is een swamp. Ik vind de swamp niet zo mooi. Want we kunnen hem wel hier zo maken. Gewoon op dit soort van stukje hier zo. Hier zo. Dat je hier een beetje dat water wat er omheen zit dan. Ja, dat kan. Ik denk dat er wel vet uitziet. Even kijken, hier ligt nog allemaal shit. Sunflower. Lekker boompje. Lekker hetzelfde boompje weghakken. Oh ja. Even kijken, het wordt weer nacht. Wow, dat gaat ook weer snel. Jemig. Ja. Ja, dan moeten we weer gaan slapen of we gaan in de nacht door, maar... Ik heb nog geen armor, dus ik ben eigenlijk in één keer dood. Ja, dus we gaan even slapen. Hé, nog meer vissen, kom hier. Kom hier, vis. Dood. Stokje. Dood. Oh, ja, oké. Okay. Even kijken, hier ergens is mijn cave. Ja, hier zo. Dan gaan we lekker slapen. Zo. Wat, hè? En de wereldglitch. Oh, ik stond in jou. Oh. Hey, een halve stack iron. Vet mooi. Wat, dan kan ik nu ook voor jou armor maken. Zo, heb ik hier broekje. Schoentjes. Een helmpie. En een chestplate. Zo. Dat is dan mooi. Dan kan dit iron hier in. Dan heb ik hier die. En die. Zo. Nou, dat is mooi. Als je trouwens eten nodig hebt, moet je het even zeggen. Want ik heb ook nog eten. Ja, ik heb net in de furnace gedaan. Oh ja. Want dan doe ik even in deze furnace. Doe ik dan eventjes mijn visjes. Zo. Oké, even kijken. Qua hout. Ga ik nog eventjes... Oh, er liggen hier nog sticks. Ja, nu wil ik ook gewoon die sticks pakken. Nog meer sticks. Vet mooi. Even kijken. Mm-hmm. Zo. Stijf. Komt dan daar. Ik denk dat we hier nog even twee lagen weghalen qua dirt hier zo. Deze. Ja. Ja, oké, dan ga ik dat wel even lekker doen. Let's go. Dat gaat best wel langzaam met zo'n iron schep. Maar ik vraag mij nu eigenlijk wel af hoe je die campfire moet maken die dus nieuw is. Daar stond. Wat? In het boekje van de crafting table. Stond dat erin? Ja, dat staat er. Ik heb campfire. Je kan elk soort wood, maar dan heb je charcoal of coal nodig. En je hebt 3 stokjes nodig. Wacht, ik ga hem heel even opzoeken. Ik pak wel even 1 coal, even kijken hoe dat eruit ziet. Charcoal. Oh ja, wauw. En maak al even. Ja, is goed. Ik ben daar best wel benieuwd naar. Maar kan je er dan ook dingen op koken of niet? Ja, dat kan. Dat heb ik gezien. Je kan er, als je dat oplegt, volgens mij wordt het groter als dat klopt. Ik weet niet zeker. Oh mijn god. Zet hier zo. Jochem, hij staat hier. Ja, wacht. Ik vul dit even snel in. Zo. Je krijgt er na lange tijd, als je erop gaat staan, dan krijg je damage. Ja, oké. Hey, ik kan er niet... Oh. Huh? Oh, je moet het erop leggen of zo? Erop leggen, ja. En dan wordt het gekookt. Oh, vet. Zie je het erop liggen? Ja. Oh, dat is vet. Ik leg er ook een kippetje op. Wauw, en als je er dan nog een keer op drukt, is het er weer uit of zo? Ik heb geen idee. Nee. Nou ja, we zullen het zo zien. Volgens mij als hij gekookt is, dan gaat hij er automatisch vanaf.
We kunnen eraf halen. Dat kan. Ja, ik heb de. Hey! Ik heb het. Ja? Ja. Dan moet je dus daar ook uitkomen. Wacht, ga eens aan de kant. Kun je het er misschien zo meteen afzien? Vliegen. Ja. Oh, wauw. Waar is hij? Oh, jij hebt hem waarschijnlijk. Oh nee, ik heb hem wel. Wauw, dit is echt geniaal. Maar kan je er dan ook iron op leggen? Dat denk ik niet. Maar, ik denk dat het alleen bij eten. Ja, ik weet niet. Dat zou dan een beetje dom zijn, lijkt mij. Oh, maar want je hebt hier ook die iron smelter. Ja, er komt ook rook vanaf. Ja, vet veel ook. Volgens mij dat kun je vergroten de hooi om. Oh. En dan kun je hem ook van een hele verre afstand zien. Ja, dat is best vet. Maar als je er nu hout naast zet, gaat dat dan ook in de fik? Dat weet ik niet. Als je hout erboven zet? Nee, dan blijft het er ook eronder. Dus ik denk dat hij uiteindelijk wel in de fik vliegt. Nou, we zullen het zo meteen zien. Of hij weg is. Oké, in ieder geval, ik had net nog een idee, maar ik ben... Zou die ook uitgaan? Hoe bedoel je? Dat die, want dit is nu wel een manier waardoor je oneindig lang eten kan koken en waardoor je geen kool meer hoeft te gebruiken. Nee, ik denk dat je, of ze doen er dat er nog bij, dat je met kool verder moet laten branden. Ja, dat kan. Ik denk dat het dan zal zijn. Ja. Want anders heb je hetzelfde als een torch, dan blijft die voor eens en voor altijd aan. Ja, precies. Oh. Oh shit, ik had per ongeluk zo'n hout ding gestript. Al gooi je er water overheen, is hij dan uit? Gaat hij dan uit? Oh! Ja, uit. Huh? Oh. En is dit nu een blok zelf? Wacht, met deze? Even. Nee, je krijgt er gewoon charcoal voor terug. Hmm. En dan kun je weer nieuw maken. Wat ik wil nog een keer maken, mag ik die charcoal? Ja, thanks. Ja, en dan die stokjes. Ja. Zo. Dan ga ik hem nog een keer maken. Kijk. Hier zo staat hij. Ja, hier, campfire. Dus dat is wel vet. Dan ga je dat dan... Oh. Ik heb 2 charcoal, wat? Had je krijgt er 2... Oh. Oké, dus dan ga je er water overheen, gaat hij dus uit. Ik ga wel even de bedden halen, want dan hoef ik niet steeds terug te lopen. Is goed. En dan neem ik ook meteen even wat andere dingen mee. Zo. Neem ik ook meteen even wat kool mee, zo. En diamonds hebben we niet nodig. Even kijken, wat kunnen we nog meer misschien gebruiken? Nou, ik heb eigenlijk helemaal niks. Want ik heb misschien nog wat bone meal wat we kunnen gebruiken. Nog even wat gras te maken. Ah, oké. Okay. Wat zei je? Dat is waar, als je boommeel op de grond doet, dan krijg je de glas, gras van, toch? Ja. Ah ja, dat was ik vergeten. ik heb weer eventjes de bedden. Oké, okay, ik kom ook even naar het bedje toe. Zo, hier 1 en hier 2. En er is hier een skelet die boos is. Dood. Zo. En een spin. Oh, nee, ik gooi mijn chestplate per ongeluk uit. Oeh, dat is niet handig. Zo. Kom je hierheen? Ja. Ik neem al gewoon even een paar saplings mee. Want ik hak meteen ook wel even wat boompjes om. Oh, mijn inventory zit vol. Dat is vervelend. Yep. Deze haal ik even weg. Zo. Ah, zo na bij deze bomen dat je dan... Via onder kan je niet die hele boom weghalen. Dan moet je weer blokjes plaatsen om die boom helemaal weg te halen. Oh, echt? Ja. Oh, dat is zuur. Ja, die bomen die zijn te lang. Zo. Even kijken, liggen er al toevallig wat saplings? Nee, ik zie nog geen saplings. Oh goed. Hier is er eentje.
Zo. En dan doen we er hier tussen. Oh mijn god, ik heb een zwart schaap gevonden. Oh, hij gaat dood. Dan heb ik een zwarte wol. Zo, kijk, nog steeds geen sap. Ja, saplings. Jee. Ik heb één sapling, twee, drie. En dan nog even eentje, want dan kunnen we dat met die boom ook uittesten. Oh, ik word terug geteleporteerd. Oké, ik heb het platform van het huisje heb ik af en nu ga ik het huisje er even bouwen. Oké, dat is mooi. Ik heb 4 van die saplings, dus ik kom nu terug. En ik heb 36 logs. Hier liggen nog wat sticks. En dan ga ik even dat met die boom proberen. Zo, zo, zo en zo. Oké, dat is niet genoeg. Die er even uit. Hoezo werkt het niet? Kun je überhaupt nog wel die boom? Wacht, stop eens. Ik heb nog maar één boom, Miel. Oh, dat is vervelend. Want misschien moet je het in een grote plek doen, zeg maar. Ja, maar hier was toch een grote plek? Ja, dus hier stond zeg maar... Ja, oké. Okay. Is niet groeit. Ja, nu moeten we wachten. Ah, dat is zuur. Ik heb nu zo'n barrel. Maar dat is op zich niet lelijk. Wat is dat? Dat is een ander dingetje dan een kist. Zeg maar, oh. Die hoeft niet open. Wat, ik ga even kijken. Je kunt ook dingen opslaan. Moet je hier maar eens op klikken. Oh. Oh ja, vet. Ja, dat is vet. Maar hoe ziet... Ik heb die barrel ernaast, dan kun je daar ook op klikken. Oh, hij ziet er zo van de bovenkant uit. Ja. Oké. Okay. Dat ziet er wel vet uit. In principe zou je daarvan ook gewoon je vloer kunnen maken. Ja, precies. Ook settings, die heb ik nodig. Want je hebt nu toch ook van die dingen wat een soort van trappetjes zijn waar je in kan klimmen. En als je dan op shift drukt, ga je naar beneden. Oh, echt? Ja, maar ik weet even niet meer... Oh, dat zijn... Wacht, die dat kan zijn, ik... Scaffolding. Ja, scaffolding. Scaffolding. Maar daar heb je een bamboe voor nodig. Oh ja, ja, daarvoor is bomen natuurlijk bedacht. Ja. Een lantern. Heb je iron nuggets voor nodig? Zal ik eens een paar van die dingen maken? Van die lanterns. Ja, is goed. Precies. Een crossbow, die maak je met tripwire hoek. Oh. Heb je 2 strings? Ja, precies. Ja, oké, okay, want dan maak ik wel even zo. En dan moet ik die er nog bij maken. Oké, okay. Ja, dat komt goed. Ik heb 4 van deze lanterns. Oh, je kan ze niet eens ophangen. Je kan ze alleen neerzetten. Oh, echt? Oh, dat is raar. Maar dat vind ik dan wel jammer, dat je ze niet kan ophangen. Die heb ik hier. Oh, je kan ze wel aan de bovenkant ophangen, maar niet aan de zijkant van een blok. Oh, dat is wel zeker. Oké, okay, dat is wel grappig, die dingen. Kijk, heb jij zo'n crossbow of zo? Ja, zeker. Ik ben nu even bezig met het maken. Want ik heb 1 arrow. Oh, ja, ik heb er 30 uit de kist gehaald. Dus heb je dat ook voor elkaar, hè? Ja. Maar zou je die crossbow dan ook weer kunnen enchanten, is dan weer de vraag. Met Infinity ja. Of zo? Nee, er zijn 3 bepaalde enchantments voor. Oh, er zijn weer 3 nieuwe. Ja, oh. Maar die zijn er speciaal voor op, net zoals wat je op die Trident. Ja, dingetje hebt. Ja, wat is er nog meer voor? Ik heb 3 visjes en die ga ik even op het kampvuur leggen. Oké. Okay. 1, 2, 3. Zo. Maar zou je zo in principe niet met hoppers gewoon oneindig eten kunnen maken?
Ik heb geen idee. En dan vraag ik me af, als je er dan een hop naast zet en daar doe je iets in, gaat het er dan op? Dat zou best wel vet zijn. Dat ze zeker weten vet zijn. Oké, stokjes maken. Wat is een cartography table? Daar kun je je kaart op aanpassen. Oh. Ik heb de crossbow heb ik gemaakt. Je ziet er behoorlijk goed uit. Oké. Ik ga even zo'n nieuw ding maken. Mag ik eens hier zien zetten. In je hand? Maar mag ik hem eens in jouw hand zien? Want dan kan ik het beter zien. Ah, ja, is goed. Oh ja, dat ziet er wel vet uit. Wat, ga eens een keer schieten. Ja, ik schiet nu weer. Ik weet niet. Wow, oh, inzoomen is heel vet. Zo, dat ziet er vet uit. Wacht, ik wou nog niet schieten. Oké, ik ga eens schieten. Kijken of die een beetje... Je trekt hem ook echt. Wacht, geef hem eens aan mij. Jazeker. Kijk. Oh, Kijk. Ja, hij was zeg maar al geladen. Ah. Oh, dan is hij al geladen. En dan moet je nog een keer en dan schiet hij pas. Pieuw. Ja, maar hij doet meer schade dan volgens mij. Auw. Een hartje. Maar kijk, dat ziet er best vet uit als je hem dan zo... Ja, er is een hele animatie voor gemaakt en nu schiet hij pas. Ja, oké, dat is vet, dat is vet. Dus zeg maar, als je die één keer en je doet hem volgens mij weg, dan kun je... Ja, hij is nu nog steeds geladen. Ja. Dus ik heb nu... Oké, dat is handig voor als je een boog niet wilt spannen. Dan is die zeg maar al geladen. Maar kijk, al gooi je hem nu weg, dan ziet hij er nog wel zo uit. Ja. Ja, kijk, hij schiet wel in één keer. Ja, dat is vet. Oké, okay, dat is vet. En hij heeft, even kijken, 326 durability. Dat is vet. De visjes waren al gekookt. Ik ga even... Oh, je had de crafting table natuurlijk verplaatst. Ja. Ik ga even zo cartographen maken. Ja, ik denk dat het nu zin... Wat? Want het is een beetje zinloos, denk ik. Oh, maar ik ga gewoon kijken wat het doet. Oké, want dat loom, dat is volgens mij gewoon alleen een bouw. Ik denk niet dat je daar veel mee kan. Oh ja. Dat is wel vet. Deze ziet er ook wel heel mooi uit daar. Ja, precies. Maar daar hebben we dus een map voor nodig. En nog iets. Oké. Dat kunnen we ook binnenkort een keer doen. Oké, mensen. Dit is nu het huisje. Zoals jullie dus kunnen zien. Waar Stefan dus mee bezig is geweest. De aflevering is zo denk ik wel weer goed. Dus ik ga de aflevering afsluiten. Vonden jullie hem leuk? Dan kunnen we natuurlijk belonen met een blauw duimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. Bedankt Stefan voor het meedoen. Geen probleem. En ja, dan hoop ik jullie volgende week weer bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival om 6 uur te zien. Dan zeg ik zoals altijd, tot de volgende keer. Later mensen.